Hey mensen, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Blocks That Matter. We zijn hier gebleven bij een stukje waarbij die ene gozer, die mystery guest, die de baas was, ons wil tegenhouden door zijn legers met slimes. Dus dat wordt wat. En we zijn dus hier. En die obsidian blok wordt hier op te vallen. En dat is best wel simpel. Oh, wow, 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 wow. Ging het toch weer bijna fout. Zo, en dan... Oké, dan gaan die deuren open. En als het goed is, als ik nou zo doe. Oké, mooi. Don't touch the square. Oh. Ik heb het wel gedaan. Maar deze is nog makkelijker dan op zich. Laat maar. Het is even... Hoe komen we hierin? Ik moet snel maar langs. Je moet dat ijsblokje helemaal naar boven. Dat kan nooit. Dat ding kan dat niet. Volgens mij. Dit is wel een lastige. Oh, ik snap het al. Met die 8 blokken ding moet dat natuurlijk. Oké, en zo doen we dat. En we gaan even door. En we hebben hier een chest. Die ik niet kan pakken, jammer genoeg. Nou, dat is jammer. Holy crap. So Alexi, do you actually think that the boss is serious? I can hear you. Marcus, please change the communication ID again. No, you do not have the... Okay, done. If I'm not wrong, we should worry more about these iron blocks than about the boss. I'm working on a new upgrade, Teltrobot. Dus we krijgen straks... Nou... Straks, weet ik niet. Maar we krijgen hopelijk zometeen een nieuwe upgrade. Waardoor we deze iron blocks kunnen breken. Het zou best wel chill zijn als dat kan. Want dan kunnen we dit allemaal breken en dan kunnen we het gewoon doen. Dat kan gewoon. Dit snap ik. Oh, ik zie het alweer. Haha. Oh, nee. Oh, wacht. Ik zie al wat ik fout heb. Want ik moet dus natuurlijk wel blokjes overhouden. Om andere dingen te kunnen doen. Want ik kan heel moeilijk met 3 hoog springen. Als ik maar 2 hoog kan. En dat is best wel lastig dan. Tenzij je een cheater bent, dan kan dat natuurlijk altijd. Maar ik ben geen cheater. Even kijken hoor. We hebben dan hier 6, 7, 8 blokjes. Maar hoe kunnen we het dan zo goed doen dat we... Oh, er moet een manier zijn waardoor we... Waardoor we wel gewoon aan die 8 blokjes komen, maar... Dat kan nooit op deze manier. Dat is sowieso zeker. Want dan, ja... Kan gewoon niet. Of zou ik dit doen? Dan krijg je dit, maar ja, dat kan niet. Dat willen we niet. Maar als zou ik dit doen? Dat kan dan ook niet. Want dan willen we niet. Als zou ik dit doen. En dit doen en dit doen. Hou ik alsnog 2 blokjes over. Oh, ik zie het al. Laat maar. Faal. Dikke vette faal. Oh, wacht. Doe ik het wel even beter dan. Want ik wil wel zoveel mogelijk... hout houden. Dat vind ik wel beter dan. Omdat we natuurlijk obsidian blocks erboven hangen. En die vallen natuurlijk naar beneden. Had ik even niet aan gedacht. Pak ik dit kapot en we gaan zo en dan... Oh crap. Kom maar zo en dan laat maar. Niks dan maar zo. We lopen hier van... Oh wacht, nee, dat is geen enkel probleem. Het is wel een probleem. Ik moet sowieso die obsidian weg kunnen hakken, lijkt mij. Doe ik het weer? Lekker bezig. Even kijken, want ik moet daar omhoog niet komen. Lijkt mij logisch. Dat moet. Even nadenken. Als zou ik dit hier plaatsen, dan kan ik een trap, maar dan heb ik nooit genoeg om daar bovenop te... Oh wacht, ik heb wel genoeg. Want dan kan ik zo. En dan kan ik natuurlijk hier nog... Laat maar, dan heb ik daar sowieso niet genoeg. Wacht. Moeten we eventjes overnieuw beginnen? Ja, dat zou je me wel vaak zien doen, denk ik. Met deze levels. Want deze levels zijn wel moeilijker dan normaal. Zo. Maar we hebben al het beginstukje. Dat is gewoon zo, bam. Die meenemen. Gewoon al het zand opgaan. Oké, en dan 10. En dan valt dat naar beneden. En dan hebben we zo, bam, bam. Zo, bam. En dan moeten we sowieso hier weer naartoe. Dat het leuk is. Mooi liedje trouwens, echt heel rustgevend. Dan moet ik dan nog... Of misschien moeten we wel niet vanaf hieronder. Oh crap. Dat was niet de bedoeling. Maar... Ik kan toch nooit wat uitmaken. En deze snap ik ook best wel op zich. Het is gewoon een kwestie van bam bam. Nee. Oh wow wow. Crap. Ah, shit. Dan moet ik alsnog hier een dingetje maken. Hier hebben we dit. En dan. Want we kunnen niet door die iron blocks heen. Of we niet naar de chest toe. Maar hoe kan ik godsnaam daar langs? Dat is mij een raadsel. Want dan zou ik hem hier... Komt hij hier en dan? Komt hij hier en dan? Dat is wel even een lastige. Want waar moet dat ijs dan naartoe? Dan hebben we wel een chest, maar ja, daar hebben we niks aan. Want we kunnen geen obsidian pakken. Maar ik snap dat zand ook niet. Dan zou ik daar en dan heb ik deze geduld en dan... Nou, weet je wat? Nu weet het helemaal. Nou, ik denk dat ik het weet. Ik moet gewoon dat gym parcours wil ik gewoon sowieso in één keer doen. Dat is 10 keer zo makkelijk. En misschien moet ik dat iets met dat zand doen. Ik ga dat zand houden, denk ik. Dat is denk ik toch best wel handig. Want je hebt toch veel roet. Holy crap. Ja, ik krijg weer heel veel wood natuurlijk. Oh, dat is wel slim. Hoppakee. Geen zo. Dit moet sowieso, dat lijkt mij echt logisch. Dit lijkt me echt zo logisch. Wacht, anders ik dat... Nee, maar alsnog, hè? Ik snap het niet. Nee, dat helpt ook niet. Dan heb ik altijd ijs hier en dan. Dat is sowieso goed, daar kan niks fout aan zijn. Maar nu, dat snap ik niet. Oh shit, ik val naar beneden, oké, leuk. En dan? Ik moet hier sowieso doorheen, maar hoe? Moet ik, heb ik iets van... Oh, wacht. Nu snap ik het. Ik kan hier natuurlijk 8 van maken waarschijnlijk. Juist. Ik zat er de hele tijd na te denken. Dan is die best makkelijk. Daar heb ik best wel lang over gedaan. Hoor. Oh, ik zat even naar die andere poort. Oké, nou hier gelijk wood. En dan moeten we waarschijnlijk dit doen. Ja. Of moeder had ik al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat hoort genoeg te zijn. Wacht eens. Oké, dan moet ik dit sowieso. Die zet ik dan. Oh, dat moet dan. Oké. Maar het... Oh, wacht. Kijk, dan kan ik hier doorheen. Als sprinten. Dan moet ik even gaan nadenken. Zo, dat. Dan. Kan. Oh. Dat kan dan weg. Nee, dat haal ik nooit. Nooit van mijn leven dat ik dat ooit zou halen. Nee, ik kan voor de rest niks breken. Ik zou hem echt even kijken. Wacht. En dan wordt er zo bam. Bam en dan bam. 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 En dat moet sowieso weg. Oh, ik zie het. Oh, denk ik. Als ik dan hoeveel van krijg ik dan? Krijg ik 1 stone, maar dan moet ik. En dan verlies ik. Oh, ik zie het al. Kijk, als ik nou gewoon... zo doe. Voor mij is dit al genoeg. Juist. Kijk, doen we het zo en palm. En dan gaan we zo. Die kan ik gewoon net zo goed laten liggen. Oh nee, wacht, die moet ik natuurlijk weer op gaan pakken. Even kijken hoor. En we het daar wel weer gehaald. Het gaat toch zo goed. Kijk. Holy crap. Oeh, TNT. Holy crap, deze is fucking groot. Deze gaan we de volgende aflevering doen. Denk ik. Wacht, ik zal even kijken hoe lang we al bezig zijn. Want dan kan ik even zeggen van of we doorgaan of niet. Weet maar nooit. Even kijken hoor. Hoe laat is het nu? Dat en dan. Ja, we zijn al heel lang bezig. Dus ik wil u bedanken voor het kijken en peace out. Hey mensen, ik wil u bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te favoriten en te delen met je vrienden. Op huis, Twitter, al die manier zo. En ik heb ook een klein, ja hoe moet je dat zeggen, een soort t-shirt winkel waar je zeg maar je t-shirt kan kopen. Dus als je denkt van, hey, ik wil een echte Minecraft Masters t-shirt, dan zou ik even naar de onderstaande link die er nu staat, zou ik daar naartoe gaan. En ja. Dus ik wil bedanken voor het kijken en peace out.